De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik zag Christian net weglopen. Mag ik vragen wat er besloten is? Niets. We hebben hem alleen laten zien wat voor een fantastisch georganiseerd bedrijf wij zijn. Ik neem geen enkele beslissing zonder Suzanne. Heb jij iets van haar gehoord? Nee, niets. En nu? We hebben een nieuwe afspraak gemaakt. Nou, een beetje extra bedenktijd kan geen kwaad, lijkt me. Ik zal het aan Suzanne doorgeven als ze er is. Ja, het zit mij niet lekker hoor. We hadden Christian direct moeten zeggen dat hij het verder maar met Linda moest afhandelen. Suzanne of geen Suzanne? Dat klopt iets niet, jongens. Dit is niks voor haar. Nou, misschien is ze ergens opgehouden. Misschien staat ze in de file. Nee. Wat is dat nou voor een flauwekul? Er zijn overal telefoons. Ik vind geen excuus. Ik ben bang dat er iets anders aan de hand is. Zoals? Ja, dat weet ik niet. Maar er gebeuren de laatste tijd zoveel vreemde dingen met haar. Wat ga je doen? Ja, misschien vergis ik me, maar... Ik ga er zoeken. Rustig blijven, Suzanne. Niets doen. Arjo, Arthur, doe iets! Doe iets! Waarom zou je, hè? Ar, nog één stap. En er blijft helemaal niks meer van erover. Jij bent niet goed wijs. Waarom doe je dit? Ik hou er niet van als andere mannen aan mijn vrouw zitten. Ik zit helemaal niet bij je vrouw, maar hoe kom je erbij? Ik ken haar nauwelijks. Nee! Suzanne heeft hier allemaal niks mee te maken. Ik zweer het je. Laat er alsjeblieft los. Oh ja, en dan praten we erover, hè? Ja, soul to soul. Nou, vergeet het maar. Je zult voelen wat het is om je vriendin kwijt te raken. Je bent me niet kwijt, Lucas. Ik hou van je. Ach, klets niet, Lisanne. Hè? Of moet ik Christel zeggen? Hoe noemt hij eigenlijk, je nieuwe vriendje? Je hebt het mis. Ik hou niet van hem. Ik hou alleen van jou. Waarom zou ik je nou opeens geloven, hè? Lucas, het is de waarheid. Geloof me, ik zal echt nooit bij je weggaan, echt. Maar hou je alsjeblieft mee op, alsjeblieft. Ik kan niet zonder je. Nou, zie je nou, loze laren. Goddank, ik dacht echt dat ik hem kwijt was. Zou je even leuk hebben gevonden, die is toch al niet te genieten. Wat raar, hè, dat Suzanne alsmaar niet komt opdagen. Ja, nou ja, ze zal er wel een reden voor hebben. En eerlijk gezegd, ik ben er eigenlijk wel blij om. Misschien dat Jeff zich nog bedenkt voor morgen. Zou ik niet op rekenen. Maar Linda gaat failliet als ze het doen. Volgens mij beseft Jeff echt niet waar hij mee bezig is. Linda en Fatima hebben zo hard gewerkt voor die boutique. Dat zouden ze allemaal in één keer kwijt zijn. Ja, maar het is wel een heleboel geld voor ons, hoor. Ja, wij zouden er wel overheen komen. Linda niet. Ja, maar het is toch Linda die die fout heeft gemaakt? Omdat Robert zo stom is geweest om Linda alle ruimte te geven? Ja, ik neem me niet kwalijk hoor, maar ik krijg een beetje het gevoel dat het eigenlijk een probleem is tussen Jeff en Robert, wat nu wordt uitgevochten over Linda's rug. Nee, dat geloof ik niet. Jeff bekijkt het echt puur zakelijk. Je kan toch ook zakelijk zijn en toch nog een beetje menselijk blijven? Kun jij hem niet ompraten? Nee, ik ga me er echt niet mee bemoeien. Waarom niet? Ja, dan weet ik precies hoe het gaat. Voor je het weet hebben wij weer hooglopende ruzie. Dat heb ik er gewoon niet voor over. Je verhaal is slaapverwekkend, Lisanne, en er klopt niks van. Waarom geloof je me niet? Ik heb je nooit bedrogen. Liegen en bedriegen. Je hebt nooit iets anders gedaan. Al die tijd belde je hem op, stiekem. En dat heb je mij nooit verteld. Nee, omdat het niets voorstelde. Sta blijven. Laat het los, Lucas. Oh. Zoals je wilt, hè. Nee! Suzanne!
mooie vrouw. Daar zou je toch genoeg aan moeten hebben? Dat heb ik ook. Maar dat kind is niet van jou, hè? Dat zie je zo. Hoe vind je dat nou? Dat iedereen kan zien dat jouw vrouw het met iemand anders heeft gedaan. Hè? Het is van Daniel! Het is van Daniel, Archer! Het is van Daniel! Daniel? En wie mag dat dan wel zijn, hè? Weet Daniel wel dat jij met Arthur scharrelt? Kom op nou, Lucas. Wat wil je nou? Straks gebeuren er ongelukken. Ik wil niet dat je iets doms doet, Lucas. Susanne heeft er niets mee te maken. Hallo, Lucas. Ik ben Daniel. Nog één stap dichterbij en ze is er geweest. Nee, dat doe je niet. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat op je geweten wil hebben. Waarom doe je dit? Lucas denkt dat ik iets met Arthur heb, maar dat is niet zo. Echt niet. Als jij er loslaat. Ja, dan valt ze te pletteren, ja. Maar dan ben jij nog steeds niet van je probleem af. Oh, nee? Dan weet hij tenminste hoe het voelt. Ik laat me niet in de zeik nemen door niemand. Lucas, ik neem jou niet in de zeik. Jij wil de moeder van een klein kind vermoorden. Dan moet je wel een hele goede reden hebben, neem ik aan. Of niet? Nou, ook niks. Begrijp er niets van. Maar ik ben blij dat je het overleg hebt uitgesteld. Of doet het er helemaal niet meer toe wat Susanne ervan vindt? Ik weet het niet. Laten we eerst maar afwachten tot iedereen weer normaal aanwezig is. Heb je al iets gehoord? Ze zal toch niet weer een auto-ongeluk gehad hebben? Nee, meneer Harms, alsjeblieft zeg. Maakt het alleen maar erger. Nou, Daniel dacht wel dat het iets met het ongeluk te maken had. Oh ja? Ja, nou, ik heb al zo vaak tegen haar gezegd dat het een hele gevaarlijke sport is. En als je daarbij ook nog eens een keer een kind hebt. Bevalt het daarboven, moedertje? Moet toch wel mooi zijn, hè? Al die kerels die zich druk om jou staan te maken. Jammer dat het niet helpt, hè? Blijf van me af, klootzak! Jij laat Susanne nu langzaam zakken, anders doe ik er wat. Klootzak! Ja, pak hem! Daniel! Oké, heb. Voorzichtig. Lucas! Lucas! Hallo. Hallo. Wat kom je doen? Is er iets? Ja, eigenlijk wel. En ik vind dat je het moet weten. Oh, slecht nieuws dus. Ja. Nou, kom maar op. Ik ben zo langzamerhand niet anders meer gewend. Hou je vast. Ze willen tegen de advocaat van Christian zeggen dat er nooit een afspraak met jou is gemaakt. Hoe bedoel je? Het staat niet op papier dat AANF jouw parfum zou financieren. En ja, ik geloof niet dat iedereen het ermee eens is, maar ik ben toch bang dat ze... Dat ze me laten vallen. Ja. Nou, Jeff in ieder geval wel. Oh. Ben ik failliet? Maar Jeff is toch niet de enige die erover beslist? Daniel en Susanne en Robert? Ja, Daniel wil ook van Christian af en Susanne weet ik nog niet. Maar Robert dan, die is dat... Nee. Ik zou er maar niet op rekenen. Het ziet er echt heel somber voor je uit. Ik wil voorstellen dat ik een bureau kom met vijfens achter. Ik bedoel, een balk is nog... Rustig, het is voorbij. Het is voorbij, het is goed. Het spijt me zo verschrikkelijk. Donderop! Donderop, ga weg! Ik heb dit nog nooit gebeurd. Onder hier weg, haal de mensen hier weg. Kom. Arthur? Ja. Arthur en Susanne redden het wel samen. Maak je geen zorgen.
Laura met Linda. Is Robert thuis? Ja. Robert met Linda. Ik moet je spreken. Kun je hier naartoe komen? Nee, het kan echt niet wachten. Oké. Ja, tot zo. Dankjewel. Ik moest even maar aan Guusje denken. Wat stel je voor? Nee, niet zeg. Het komt wel goed. Als je wist wat er allemaal in mijn hoofd omging toen hij... Echt heel even dacht ik dat net zoiets was als het racen, maar... Ja, als je in zo'n auto zit, heb je het allemaal zelf in de hand. Behalve als het iemand eigenlijk nooit heeft. Ik hou zo vreselijk veel van je, weet je dat? Ik was zo bang dat ik je kwijt zou raken. Dat ben ik nog steeds. Ik ben blij dat Helen straks komt, anders... Ik was echt niet gaan werken. Ik haat die angst. Ik wil dat zo snel mogelijk vergeten. Ik wil morgen gewoon weer aan het werk. Susanne, doe niet zo idioot. Dat kan toch helemaal niet? Het is zo onwijs druk. En ze kunnen best een paar dagen zonder jou. Veel beter dan ik. Met Sylvia Merks. Hey. Oh ja, oké. Okay. Nou, fijn dat je even belt. Nee, oké. Tot vanavond dan, hè. Dag. Dat was Jan, ze komt ook later. Nou, dat is prettig dat ze even belt. Ja, ze klonk heel opgewekt. Zeg, dit ziet er niet best uit. Nee, is het echt zo erg? Ja, het kan een hele lange tijd goed gaan, maar uiteindelijk zult u er echt iets aan moeten laten doen. Maar waarom heeft die makelaar er nou niks van verteld? Ja, omdat hij er waarschijnlijk niets van af is. Het is heel erg ongebruikelijk in deze buurt. Bij de bouw van de tunnel hebben ze de waterstand verlaagd. Hoe wist jij dit dan? Meneer Van Houten wilde een aantal panden kopen, dus dat heb ik onderzocht. Goed werk. Ja, als u besluit om er nu wat aan te laten doen, dan kan ik iets voor u regelen dat het een stuk minder gaat kosten. Minder dan dit? Nee, de prijs in het rapport is al 15% beneden de normale prijs. Zoveel? En wat als we er niks aan laten doen? Ja, nou ja, dan zakt de boel langzaam maar zeker de grond in en de waarde van het huis zakt mee. Bedankt. Nee, je mag het houden. Het is een kopietje. Nou, dankjewel. Ja, ik ben er uiteraard helemaal niet blij mee, maar ik waardeer het wel dat je me op de hoogte wil stellen. Je hebt er natuurlijk niks aan, maar ik begrijp heel goed hoe je je voelde. Je vindt het niet vervelend om hier te zijn. Straks ga je ook weer over allerlei nare dingen denken. Nee, ik vind het helemaal niet erg, integendeel. Nou, misschien kom ik morgenavond wel een revanche nemen. Je moet er ook alleen kunnen zijn. Ja, maar dat lukt je ook wel. Je moet er de tijd voor nemen. Het is nogal wat je hebt meegemaakt. Ik vind nog dat je er rustig onder bent. Soul to Soul gaat het vanavond over geluk. Wat is geluk nu eigenlijk en hoe voelt het? Ik weet sinds vanmiddag hoe bijzonder het is. Weet je dat ook? Bel ons dan. Weet jij het? Ja. Ja, ik ben gelukkig met mezelf. En dat is heel bijzonder. Maar ik ben hier vanavond om jou te steunen en niet om over mezelf te praten. Ik denk dat een van de voorwaarden om gelukkig te worden is... dat je het iemand anders gunt om gelukkig te zijn. Aan de telefoon heb ik Lisanne. Zeg het maar, Lisanne. Susanne, ik weet dat je luistert. En ik wil je alleen even zeggen dat het me ontzettend spijt. Je zult wel niet van me aan willen nemen, maar ik gun je alle geluk van de wereld. Waarom doet ze dit? Waarom laat ze me niet met rust? Ach, rustig nou maar. Ze bedoelt dat... Ik kan er niet tegen, snap ze dat dan niet? Sorry, ik was boven. Ik dacht al dat je niet meer zou komen. Ik had toch gezegd dat ik zou komen? Ja, maar je hebt ook gezegd dat je mijn parfum zou financieren. Janine heeft het verteld. Ja, het is de enige manier om Christian te stoppen. Zoals het er nu voor staat, kan hij ons kaal plukken zonder dat hij ooit iets levert. Dus vind je dat ik maar failliet moet gaan? Ja, het is niet alleen aan mij. Ik ben niet de enige eigenaar van ANF. Nee, dat weet ik ook wel. Ik weet ook dat Suzanne twijfelt en waarschijnlijk jouw kant terug is als je achter me blijft staan. Je kunt toch overnieuw beginnen? Ja, maar ik wil helemaal niet overnieuw beginnen. De boutique is alles wat ik heb, dat weet je best. Ja, dat weet ik.
Maar het is een zakelijk probleem en dat moet opgelost. Je kunt mij niet verwijten dat ik niet alles heb geprobeerd. Nou, ik weet het niet. Er moet toch een andere manier zijn? Spijt me. Die is er niet. Als we de financiële schade willen beperken, dan is dit de enige manier. En dat ik eraan onderdoor ga, dat interesseert niemand. Ik dacht dat wij wel iets meer hadden dan alleen een zakelijke relatie. Ik zeg ook niet dat het niet zo is. Waarom doe je me dit dan aan? Je weet toch hoeveel ik op een kwijtgeraakt? Dus daarom was ze er niet en daarom komt ze ook niet. Oh, wat een vreselijk verhaal. Maar kan ze er niet beter een weekje tussenuit gaan om het allemaal van zich af te zetten? Nou, ik geloof niet dat ze daar zin in heeft. Heb je er nog gesproken? Mm-hmm. En wat gebeurt er nu eigenlijk met de bespreking met Christian? Ja, die gaat gewoon door. We kunnen ze niet nog een keer wegsturen. En Suzanne's mening? Ze laat het aan Robert over, zegt ze. En Robert staat onder druk van jou en Jeff, dus... Ja, nou... Het is niet anders. Ja, met andere woorden, Linda kan het wel vergeten. Ik hoop wel dat jullie realiseren waar je mee bezig bent. Goedemorgen. Morgen. Jij bent er vroeg bij. Ben je er al lang? Half uurtje ongeveer. Nou, dat doe ik je niet na. Hoe is het gegaan gisteren? Goed. Hij ziet er vrolijk uit voor iemand die net slecht nieuws aan zijn vader heeft moeten vertellen. Nou, hij was erg onder de indruk van het rapport. En van jou. Dat geloof ik wel, ja. Ik ben blij voor je. Maar het blijft natuurlijk een vervelende zaak. Wat is Jeff van plan eraan te doen? Ja, hij moest er natuurlijk nog over nadenken, maar het aanbod van Vermaas was niet onaantrekkelijk. Dus ja, dat is het ook niet. Heb je goed gedaan. Ik weet zeker dat je ervan zult profiteren. Nou, ik hoop het. In ieder geval bedankt. Nou, bedank jezelf maar. Mevrouw Merks, als u dit even zou willen tekenen. Is er nog meer? Nee hoor. Zijn meneer Buylemans en die advocaat er al? Wie? Die parfumontwerper en zijn advocaat. Parfumontwerp? Daar weet ik niks van. Wat voor parfumontwerp? Wat krijgen we nou? Weet u wel waar we mee bezig zijn? Dat parfum van Linda. Linda? Linda? Wie is dat? Wat is er met u aan de hand? Niets. Wat doet u nou zo raar? Ik doe precies wat mij gevraagd is. Ik hou mijn discretie. Hij heeft er kennelijk nogal lol in. Ik heb er helemaal geen lol in. Ik volg de instructies van mijn directie op. Ja, meneer Heumsen, maar wij hebben u gevraagd om niets tegen derden te zeggen over de afspraken met Linda, ja? Maar bij derden bedoelen wij mensen van buiten dit bedrijf. Oh ja, natuurlijk, ja. Maar dit was ook eigenlijk alleen maar een generale repetitie. Wilt u die dan alsjeblieft ergens anders houden? Het is hier geen theater. Nee, natuurlijk. Dus het spijt me dat ik gestuurd gaat heb. Gaat u gaan, hè? Maar ik moet u toch wijzen op tot ziens. Het belang. Blij zoals dat malotig gedoe achter de rug is, zeg. Ze zullen nu wel snel hier zijn. Maar wie heeft dat dan bedacht? Die advocaat. En Jeff is het ermee eens en Daniel ook. Maar Robert toch niet? Ik kan me niet voorstellen dat hij je zomaar laat vallen. Dat is niks voor Robert. Ik weet het niet, hoor. Ik had gisteren de indruk dat hij me wel begreep, maar... Maar wat? Ja, zakelijk gezien heeft hij natuurlijk ook gelijk. Het was gewoon stom van me. En als hij me al zou helpen, dan is het alleen... Het moet je niet verkeerd opvatten, maar omdat we een speciale band hebben. Ik vat het niet verkeerd op. Ik begrijp het precies, maar... Ik denk niet dat Robert zover zal gaan dat jij de boutique kwijtraakt. Ja, of juist wel. Wat bedoel je? Om je even te laten zien dat we echt alleen een zakelijke relatie hebben. Nee... Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt, maar je moet de dingen niet door elkaar halen. Niemand verwacht dat Robert en jij een hekel aan elkaar hebben. Ja. Misschien heb je wel gelijk, maar ja, er hangt zoveel vanaf dat je gewoon overal aan gaat denken. Hm. Nou, maak je nou maar geen zorgen. Het komt best wel goed.
Ik neem aan dat iedereen er vandaag wel is? Mevrouw Balkenzen niet, maar dat is verder geen probleem. Très bien, want u begrijpt natuurlijk wel dat we deze keer niet weggaan voordat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Goed, we zijn er allemaal. Ja. Meneer Baarlemans en ik hebben vanwege het feit dat het met de betalingen niet zo soepel loopt, een voorstel. Nou, laat me horen. Als alle betalingen in één keer worden voldaan, dan verminderen wij het totaalbedrag met 1/5. Dus dat is een mooi voorstel, maar ik ben bang dat de situatie inmiddels een beetje anders is komen te liggen. Zoals het er nu uitziet is AA en FU helemaal niets verschuldigd. Je m'excuse, maar in het contract staat iets heel anders. En contractbreuk is in dit geval nee, wel niet... Er is geen sprake van contractbreuk, aangezien wij helemaal geen contract met u hebben. Nou, wacht even. U bent de financier van het parfum. Er is een mondelinge afspraak gemaakt tussen Linda, Loek en AA en F. Kunt u dat aantonen? Dat is over het algemeen wel heel moeilijk met mondelinge afspraken. Maar er is duidelijk mij te verstaan gegeven dat... Zeg, Robert. Zijn er mondelinge afspraken gemaakt? Nee, toch?